principe kwestie. Is er een van jullie die zegt van, sorry, maar nee. Commercie en onderwijs bijten elkaar. Nou, dat is wel een probleem. Is het een probleem? Nee, maar het is momenteel helemaal geen probleem, want er is in het onderwijs geen discussie over het onderwerp. Dus er wordt weinig over gesproken, dus in zoverre valt het reuze mee. Maar er is natuurlijk wel een kwestie dat het onderwijs wat wij aan de algemene vorming aan leerplichtige kinderen moet breed toegankelijk zijn en voor iedereen zoveel mogelijk iets hebben van gelijke kansen. En op het moment dat je de commercie toelaat, dan krijg je natuurlijk dat er een probleem ontstaat, omdat de ene school wat makkelijker toegang heeft tot die commercie dan de andere school. En dat is het issue, dat is het onderwerp. Wim? Nou, wat ik zie is dat, dat er heel veel commerciële, maar ook andere partijen dus iets met het onderwijs willen, iets van het onderwijs vinden, inhouden hebben die ze het onderwijs willen aanbieden. Dat is voor heel vaak ook wel toegankelijk voor heel veel scholen natuurlijk. Hè? Dus bijvoorbeeld omdat het gratis is of omdat het tegenwoordig digitaal en downloadbaar en in te zetten is. Ja. Volgens mij zit er ook zo'n voorbeeld daarvan. Er zitten eigenlijk geen kosten aan. Anders dan dat een school daar zelf voor kan kiezen. Er is bijna geen discussie in het onderwijsveld of bedrijven toegang hebben of niet. Deel je die mening, Emiel? Ja, nou, ik denk, ik ben het wel mee eens. Ik denk dat de discussie heel erg op de achtergrond is. Over het algemeen, het is meer een iets wat stilzwijgend wordt toegestaan. Op het moment dat je als rector iets ergens hebt kunnen regelen, dan zei dat zo. Maar dat wordt niet breed uitgemeten. Nee. Nee, dus het is niet echt een hot item of een heet hangijzer? Nee. Nee. Ziggo is commercieel. Ja. Dat we daar duidelijk over zijn. Wat was de overweging van Ziggo om te komen tot dat project dat jullie gedaan hebben? Movie Awards. Ja, nou, we zijn een bedrijf dat beeld en geluid in de kern van ons product heeft. Dus dat vinden we belangrijk. We zijn ook een nieuw bedrijf. Ondanks het feit dat die producten en diensten bij miljoenen mensen al thuiskomen, waren we als bedrijf nog vrij nieuw. Dus we zochten naar een manier om toch ook op een maatschappelijke manier een toegevoegde waarde te hebben bovenop onze gewone producten en diensten. En dan kom je toch, als je kijkt naar wat er nou echt toe doet, waar je een bijdrage kunt leveren, al gauw bij onderwijs uit. Want er is natuurlijk in de maatschappij niet echt heel erg veel belangrijker dan onderwijs. Hartelijk welkom bij de Ziggo High School Movie Awards. Hebben we er een beetje zin in? Ja! Nou, dus je moet het niet brengen als de redding van het onderwijs, even voor de duidelijkheid. Dus, want daar is geen sprake van. Waarom niet? Omdat het niet zo is. Nou, daar gaat iets aan vooraf. Het is inderdaad zo, dat is feitelijk waar, dat als je kijkt naar hoe wij met ons geld omgaan, dat we met name aan het voortgezet onderwijs de afgelopen 20 jaar ontzettend weinig hebben uitgegeven. Veel minder dan aan het hoger onderwijs en veel minder dan aan het basisonderwijs. Dus daar ligt een probleem. Maar in beginsel is het een politiek probleem, want het gaat over onderwijs aan leerplichtige kinderen. Dus hij heeft een punt als hij zegt van ja, dat betekent dat daar bijvoorbeeld ruimte ligt voor private projecten. Als het ook zo doorgaat, zul je ook zien dat het privéonderwijs is nog niet zo groot, maar de toename van het privéonderwijs is wel enorm groot. Dus er zit bij de Nederlandse burger zit een soort van vrevel over de kwaliteit van onderwijs. Maar als dan de oplossing zou zijn dat een school selectief af en toe eens met een sponsor in zee gaat en dat je dan denkt dat daar het onderwijs beter van wordt, dan begrijp je er echt helemaal niks van, want dat is niet zo. Wat ik hoop wat gebeurt, we hebben in de voorspreking ook al geconstateerd dat er heel veel partijen heel veel leermiddelen maken. En dat zijn er tientallen, hè? Van de Hartstichting tot het CNC, honderdtallen. En door de jaren heen, en dat gaat maar door. Ik vind dat op zich interessant. En ik vind het dus interessant om na te denken van hoe kan een docent dat overzicht houden, in de zin van wat is er allemaal. En als hij dat overzicht al heeft, ook het overzicht houden, hoe past dat in mijn curriculum? En waar past dat dan? Nou, en daar heb ik nog wel wat dromen over hoe we dat wat beter kunnen organiseren. Het is echt ongelooflijk wat je in je e-mailbox voortdurend binnenkrijgt. Dat is dus ook het probleem. Het komt via de e-mail binnen. Of het komt bij, ik herinner me een verhaal van een basisschooldirecteur, die krijgt alles binnen in een week en die gooit het in een doos en die... De docenten moeten maar kijken of ze daar
toevallig tegenaan lopen of niet. Er wordt ook heel veel materiaal ontwikkeld, heel leuk materiaal. Maar er zit wel een sentiment onder altijd van, we gaan het onderwijs leuk maken en er wordt altijd ook een maatschappelijk probleem opgelost. Ja. Dus, van de Holocaust tot weet ik veel wat. Het komt allemaal voorbij en, dat is, en leraren zijn er natuurlijk op een gegeven moment een beetje cynisch over. Okay. Dat dempt het enthousiasme, dat is jammer. Ja.